Dag beste kijkers, Bourgister Sportief is vandaag bij Roef Handbal, dat in samenwerking met Alexandria Handbal een landelijk toernooi organiseert. We hebben hier bij ons staan Harry Reijrink, voorzitter van Roef, en Henk van der Meidenberg, voorzitter van Alexandria. Harry, dit toernooi, de hoeveelste keer is het? Het is de 10e keer dat we deze toernooi organiseren. Er zijn ruim 1000 mensen vandaag die de velden van Roef bezoeken. 98 teams zijn ingeschreven, dus ruim de 1000 personen gepasseerd. Nou ja, Henk zegt al 98 teams, dat is heel veel. En die komen allemaal uit deze regio, maar ook uit de regio Rotterdam, Gelderland, Limburg. En ik moet zeggen, ik denk dat dit een van de grootste sporttoernooien is van hier van de omgeving. Waar 1000 mensen aan meedoen, 1000 sporters. Daar hebben we de bezoekersaantal nog niet meegerekend. Dat is zeker het grootste toernooi van de gemeente Oosterwijk. Daar staan we ook gisteren op. Nee, dat klopt. Ja, inderdaad. Het bijzondere is dus inderdaad twee handbalverenigingen binnen één gemeente. Die op dit gebied heel goed jarenlang al samenwerken. Hallo, wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? Wij zijn handbalvereniging White Demmels en wij komen uit Berkelijnschot. White Demmels Berkelijnschot, een bekende naam. En hoe gaat het vandaag? Ja, heel goed moet ik zeggen. We hebben 2 wedstrijden gespeeld en 2 gewonnen. Dus, de beker straks voor jullie? Ik denk het wel, ja. Als we zo doorgaan wel. Hoe is de organisatie? Ja, goed. Ja, volgens mij wel. Ik heb nergens last van, dus het loopt allemaal lekker. Is het de eerste keer dat je hier bent? Voor mij wel, ja. Bij Demmels niet, maar voor mijzelf wel. Nee, de bestuur alleen kunnen dat niet doen. Wij zijn afhankelijk en ook blij dat we heel veel vrijwilligers in beide verenigingen hebben die gezamenlijk dit toernooi willen verzorgen. Harry, naast het toernooi van vandaag zijn er gisteren ook al activiteiten geweest. Wat waren dat? Nou, er zijn een aantal teams die hier dus overnachten en hebben we een grote tent neergezet en die hebben gisteravond hier een feestje gevierd. Prima, maar dat is alleen voor de vrijwilligers geweest? Nee, ook voor de bezoekende verenigingen waarvan die al gisteren op het eind van de begin van de avond zijn gekomen en hier hun tentje hebben opgeslagen. Fantastisch. En we hebben het weer natuurlijk vandaag wel mee. Hartstikke mooi weer, dat is, meer kunnen we niet wensen, hè? Michael, jij bent, dacht ik, speler van het eerste team van Roef. Ja, ik mag op mijn leeftijd nog steeds met de eerste meedoen. Dus we hebben op dit moment gewoon wat weinig heren senioren. We hebben de afgelopen jaren wat spelers verloren aan andere verenigingen. Dus we zitten wel krap in het volk. En dus mag ik op mijn oude dag nog meedoen. Dat is dan meteen een oproep voor wat meer leden? Ja, uiteraard als mensen willen komen handballen. Iedereen is welkom, niet alleen heren senioren, maar in principe... Iedereen die wil handballen. Het is gewoon een hele leuke, gezellige sport. Roef is een hele leuke, gezellige vereniging ook. Het is een complete sport. Je bent zowel met je armen als met je benen bezig. Dus ik kan het eigenlijk niet mooier zeggen. Het is gewoon de mooiste sport die er is. En die zin heeft, die is van harte welkom om mee te komen trainen of om mee te komen spelen. Guido Roloff, jij bent een van de organisatoren. Ja, ik zit in de technische commissie en ik zorg onder andere dat net als vandaag de hele dag de velden er goed bij liggen, de golen erop staan, de feesttent er staat. Dat is eigenlijk de belangrijkste taak die ik heb. En wat is jouw normale taak binnen Roef? Ik ben jeugdtrainer, dus ik train de jongere jeugd van 10 tot 12 normaal gesproken. En hoe staat het eigenlijk met het aantal jeugdleden bij Roef? Aan de ene kant heel erg goed, we hebben heel veel meiden en daar hebben we eigenlijk bijna te veel van zelfs, kan ik wel zeggen. Maar jongens is toch een beetje moeilijk, Dus Roef vaart er wel bij de jeugd?
Nee, ik zou liever nog wat jongens zien, want ik vind Roef ook voor mannen een hele mooie sport. En daar zou ik toch graag wat meer doorstroom in zien. We staan hier bij moederhandbal, ofwel Frankie van Bokstel. Frankie, we zitten zo'n beetje op de helft van het toernooi vandaag. Hoe gaat het? Dat gaat hartstikke lekker. We hebben het weer natuurlijk hartstikke mee. Alles loopt precies op tijd. Dat is voor mij punt 1, alles tot op de minuut. En iedereen heeft het naar zijn zin. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd. Dus, ja, betekent een perfecte organisatie? Ja, inderdaad. Met hoeveel mensen doen jullie dat, Frankie? Nou, wij hebben een commissie. Wij zijn het overkoepelend orgaan, zal ik maar zeggen. En dan hebben we een stuk of 7 commissies. Dus van alle, van het wedstrijdwezen, van de kantine, van het technische gebeuren, van de jeugdactiviteiten. Overal verschillende mensen van. En in die commissie zitten mensen van ons en van Taxandria. Dus in elke commissie hebben we vertegenwoordiging van Roef en Taxandria. Maar je hebt wel een strak programma als je zegt van we zitten precies op tijd. Ja, we zijn echt zo. Nou, dat het nog een schitterende dag mag zijn voor jullie en heel veel plezier nog. En tot de volgend jaar. Ja, oké, dankjewel hè.